Hallo allemaal, superleuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Noralie en vandaag is mijn pakketje aangekomen. En die is echt mega mega groot. Dus ik ga die samen met jullie unboxen. Dus vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En laten we heel snel beginnen. Oké, dus kijk, het pakket staat hier voor mij. Maar het is echt mega mega groot. En ik ga die nu open doen. Die is echt super super groot. Ik zie echt heel veel. Oh my god, sorry. Ik zie allemaal haarklemmen en nog andere dingen, maar ik ga laten zien wat ik heb besteld. Allereerst heb ik hier een heel zak vol met scrunchies. Het zijn er 50 en die is echt heel groot, die zak. En voor de rest zie ik allemaal haarklemmen. Kijk, hier, ik heb deze haarklem. Deze. Deze haarklemmen. Deze haarklemmen. Ja, het zit hier eigenlijk alleen maar vol met haarklemmen. Dus ik ga even alles op de tafel leggen en dan kan ik dat beter aan jullie laten zien. Oké, we zijn eventjes verder en hier zitten alle haarklemmen in. Er zijn er echt heel veel en ik ga die nu één voor één aan jullie laten zien. Oké, ik hoop dat jullie alles goed zien, maar allereerst heb ik dus hier zo een sieradenrek en hier ga ik al mijn knekjes ophangen, denk ik. Dus het zijn hier elastiekjes. Dan heb ik hier een zak vol met scrunchies en ik denk dat hier 100 stuks in zitten of 50, ik weet het niet meer. En dat zijn allemaal zo van die scrunchies. Van die heel schattige haarelastiekjes. Kijk hoe schattig dat die zijn. En zo heb ik echt alle kleuren hierin steken. Kijk maar, die echt heel veel kleuren. Dan heb ik hier een rekje met allemaal oorbelletjes. En ik heb er nog zo twee. Maar dat zijn andere oorbelletjes zoals je kan zien. Echt heel schattig. En dan heb ik hier nog eentje. Kijk. Deze. Ook echt mega schattig. Hier liggen allemaal knekjes. En het zijn er echt meer dan 40. Het zijn er echt heel veel. Dus die ga ik hier allemaal opzetten zometeen. Dan heb ik hier twee haarborstels. En die zijn echt mega schattig. Dat zijn ze van die marmeren haarborstels. Dus deze is een marmeren in het paars. En dan heb je hier een marmeren haarborstel in het... ja, wit. Echt heel schattig. Dan heb ik ook nog drie pastelborstels. En blijkbaar kun je dat open doen. Zo. Oh, heel cool. Dan heb je hier een camera. Of jij bedoelt een spiegel. En dan heb je hier een haarborstel. En die kun je naar boven doen. Dus als dit. En dan kun je ook zo terug naar onder doen. Dan heb je een spiegel en haarborstel in één. En daar heb ik er drie van. En alle drie een andere kleur. Dan buiten deze knekjes, slash haar elastiekjes, heb ik ook nog zo van deze mini haarklepjes. Echt heel schattig en ook echt heel fijn. Kijk, hier heb ik ook heel veel van. Zoals je kan zien. Dus je hebt weer leggen. Dus dat zijn deze haarklemmetjes. En dan heb ik nu deze elastiekjes allemaal op dat rekje plaatsen. Oké, zoals je kan zien zit alles erop. Kijk hoeveel. Alle knekjes. En hier zijn er nog een paar. Zo, voilà. Dus dit zijn alle knekjes. Dan heb ik hier nog een doosje met oorbelletjes. En hier zitten ook heel veel oorbelletjes in. Kijk, dit zijn allemaal diamantjes. Zo, dat zijn deze oorbelletjes. Alleen deze oorbelletjes zijn niet op ijzer. Alleen zo op plastiek. Dus vandaar dat deze ook goedkoper gaan zijn, maar die zijn wel heel schattig. Dus dat is dan dit doosje. Zo. En dan kan ik nu doorgaan naar alle haarklemmen, want ik heb echt reusachtig veel, zoals je kan zien. We beginnen met deze haarklemmen. Ik ga die zo hier allemaal leggen. Ik hoop dat jullie het nog zien. Dus een gele, een beige. Deze kleur. Ik ga gewoon alles hier leggen. En als je iets leuks ziet, dan mag je me altijd een DM sturen op Instagram. En dan stuur ik ook even alle prijzen door, want het is een beetje moeilijk om dat hier in te zeggen. Want ja, die kunnen hier en daar misschien nog een beetje veranderen vandaar. Dus als je iets leuks ziet, dan moet je me zeker even een DM sturen. Je kan
zien liggen alle haarklemmen op de grond. En ik ga dat dan nu allemaal aan jullie laten zien. Ik moet zelfs ook nog wel prijsjes daarop plakken, maar dat gaat echt heel moeilijk worden. Ik voel het gewoon. Ik vind het echt heel moeilijk om er prijs op te plakken. Maar dit zijn zo de standaard haarklemmen, die en die. Dus dan kan ik daar wel een prijs op plakken, maar op de rest gaat dat wel heel moeilijk worden, denk ik. Dus ja, dat ga ik nu ook doen. Maar ik ga jullie nu even alles van dichtbij laten zien. Oké, daar zie je al mijn knekkies. Dus allemaal haarelastiekjes. Dan zijn het alle basiskleuren van die haarklemmen. En dan heb je hier specialere. Daar heb je allemaal oorbelletjes en mini haarklemmetjes. Nog speciale haarklemmen. Nog heel veel haarklemmen. En dit zijn dan de basis haarklemmen. En dan heb je er ook weer heel veel speciale soorten van. En daar van achter ook nog heel veel leuke haarklemmetjes. Dus dit is een beetje alles wat ik heb. En dan hier zijn ook zo mijn speciale haarklemmen, maar die zijn ook weer een stukje duurder dan al de rest, omdat die zelf ook heel duur waren. En omdat die ook zo heel speciaal zijn.